mijn naam is Fabian Gijze en welkom op mijn YouTube kanaal. Waarschijnlijk kom je via de video van Kriekel, want die heeft net iets meer abonnees en net meer views dan mij. Maar mocht je nieuw zijn op dit kanaal, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken achteraf als je het een leuke video vond. Wat is er gebeurd? Hoe is het gegaan? En wat kon je winnen? Mocht je de video nog niet hebben gezien, check dan eerst die video, want het is echt een legendarische video en ik was daarin te zien. En mocht je die video wel al hebben gezien, dan heel even wachten voor de mensen die nog niet de uitslag willen weten. Ik heb gewonnen. Ik heb gewoon een Mini Cooper gewonnen via YouTube. Ja, ik kan het ook nog niet geloven. En het begon eigenlijk heel simpel bij een berichtje 17 augustus van Kriekel zelf. Ik was van een van de eerste kijkers en ik had al contact. En ik vond ze gewoon heel tof, dus ik had altijd onder de video's gereageerd. En toen werd ik ineens gevolgd met het account van Kriekel. Ze bleven bij elkaar in contact. En uiteindelijk kon ik toen in de video meedoen van 200.000 abonnees. En daar ben ik heel trots op. En dit is hoe het allemaal verging. Ik heb het geluk dat Sam mij de video al heeft opgestuurd voordat die überhaupt online is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop in ieder geval één ding als ik dat mag vragen. Ik smeek eigenlijk nooit op abonnees en dat soort dingen. Maar ik zit al heel lang te hopen op die 1000. En in principe, na deze video moet dat lukken. Dus mocht jij nog een sub over hebben, laten we gewoon kijken of we in ieder geval bij die 5000 gelijk kunnen knallen. Er komen heel veel leuke, toffe content aan. En misschien ook met Kriekel zelf. Dus vergeet niet te abonneren. Kriekel, nogmaals bedankt aan het hele team. Aan jou. Ook dat ik deze video mag opnemen, bespreken en dat soort dingen. En laten we snel naar de video gaan, want het is al lang genoeg. Ik ben nieuwsgierig. Ik word volgens mij ook helemaal rood en ik ben een beetje zenuwachtig. Maar we gaan ervoor. Dit is de video. Voor de eerste challenge staan hier 16 spaarvarkentjes en een... Ja, dat verklapt het wel, alleen er stonden 16 spaarvarkentjes op. Gaan door. Succes! Oké, ze zijn begonnen. En toen die succes zei, wisten we ook pas eigenlijk wat we waren. En de grap was, er lagen dus allemaal veren in dit veld. En het was echt een groot veld. Maar het viel heel erg op dat hier en daar wat veren lagen. Dus ik zat al om naar voren te sluipen. Bleek het helemaal niet om veren te gaan, maar om muntjes. Ja. Iemand heeft er al een, iemand heeft er al een. De tweede is er ook al. Ja, en we zijn door. Sander heeft er een. Oké, kom. Sander, gaan we inleveren. Nou, Sander, er zijn vier mensen die af gaan vallen. Ciao, naar jou. De vierde, de vijfde. Ja, Colin heeft er ook eentje. Lekker. En je hoort steeds meer mensen naar die kutmuntjes gaan. En ik bleef maar vragen aan iedereen, welk muntje zoek je? Welk muntje zoeken we? Want ik dacht eigenlijk dat er een kriekelmuntje was gemaakt. Bleek dus gewoon dat ze allemaal geld in die veld hadden gegooid. Ja, en daar moesten we dus naar zoeken. Ik zit er niet eens, waar de hel liggen die? Ik wil echt niet uitleggen. Jullie doen dus mee omdat het onze eerste abonnee was. Kom wel zoeken als het er uit. Redden, eerste abonnee. Is dat een voorteken om als eerst naar huis te gaan? En daar was die hoor, het biggetje. En wat ben ik trots dat ik deze ook mee heb genomen. Want met dit soort opnames heb ik altijd het gevoel, je had alles mee wat je mee kan pakken. En ik heb de €2 ook nog. En daar ging die in het potje. En toen zei ik al, de mystery box wordt nu een ter waarde van €3002. En mocht jij je afvragen, had je het gevoel dat je ging winnen? Ik heb wel, toen ik vertrok vanuit huis met buikgriep, ik heb in de trein echt buikpijn gehad, dat is niet normaal. Misschien door de spanning, misschien ook niet. Maar het ging niet zo goed met me. Heb ik tot niet vanaf 5 uur in de trein gezeten om naar Tilburg te kunnen. 3 uur lang en dan gelijk naar huis te gaan. Dus ik wilde niet als eerste naar huis gaan en ik had beloofd aan mijn vriendin, ik ga met iets naar huis komen. Dus ik dacht al, ik heb iets van €2 en een biggetje. Dat is goed. Nu kan ik rustig sterven hierna. Je ziet die pilaren. Nou, die waren in de ochtend al helemaal kut, want die waaiden de hele tijd om. De pilaar viel niet om, maar ik viel hier vol overheen de eerste keer. Want ik werd er vol overheen geduwd. Dat is gelukkig niet in de video gekomen, want het zag er gewoon niet zo goed uit voor de sponsor. Ik denk dat Team Geel gaat winnen. Ik heb al zo mijn team bekeken. Dit zijn wel allemaal sterke jonge mannen. En Femke. Ik ben de captain van Team Paard. Femke, echt een legend. Ik denk dat we het beste gewoon heel een team kunnen pakken. We gaan het winnen. Dat was het bij dit ook. Dit was voor het eerst een teamspel. Het was ook het tweede spel, dus dat was heel logisch. En je wist niet precies wat er ging gebeuren. Mijn verwachting was wel dat er iets zou gebeuren. Dat ze niet direct 8 mensen naar huis gingen. Dus je wist ongeveer wel hoeveel spellen er kwamen. Maar je weet het nooit met dit soort video's. Fun fact, dit spel heeft een uur geduurd. Ik vind het toch wel gemakkelijk om dit ding te reloaden. Want ik kan gewoon dit doen. Het ziet er wel zo fancy uit. Hij had dus een hele fancy blaster. Maar ik had dus een blaster die maar 1 pijltje per keer kon afschuren. En dit waren de pijltjes dan. En het nadeel van deze dingen was, als je werd geraakt en niemand zei iets, dan voelde je het ook gewoon niet. Iedereen na een uur. Het is dan er al 1-0 achter. Ja, man, jij! Joep heeft Fabian afgeschoten en hebben ook 2 weg. Spoiler alert, Geel verloor. En hoe? 3-1 in de finale en toen verloren we alsnog van die ene persoon. Wij kregen 1 opdracht. We hadden al verloren. En toen stond er, ja, jullie zijn met z'n achter, moeten 4 naar huis. Zorg maar binnen 5 minuten dat je weet wie naar huis gaat. Gelukkig opperde toen iemand steen, papier, schaar. Ik verlies altijd. En Femke die zei, daar moest ik tegen. En meestal winnen mannen nooit van vrouwen. Op een of andere manier is dat een mentaal ding. En ik heb wel eens gezien wat uiteindelijk het ding is. En toen dacht ik, oké, ik moet in ieder geval niet de eerste worp doen wat ik denk, wat ik wilde doen. Dus een andere. En toen won ik de eerste. En de tweede werd het 1-1. Toen werd het 2-1 voor mij en toen werd het 3-1. En toen was ik door. En de andere mensen hebben volgens mij maar 1 potje gedaan. En dat was het meest spannende potje steenpapier schaar wat ik ooit heb gedaan. En mocht je de bank zitten eens kijken, wat dan ook, is er 1 ding wat altijd heel groot is. Dat is het verstoppertje. En we moesten ons verstoppen in het gebouw waar zijn kantoor zat. En dat was gigantisch. En op een gegeven moment had ik het direct. Ik ren naar de eerste verdieping. Ik ren daar naar boven. En ik zie dat het boven helemaal open is. Ik denk, ja, hier moet ik niet zitten. En toen dacht ik, ik kan ook nog naar beneden. Dus ik rennen. Ja hoor, kom ik daar Danny tegen, de neef van Kriekel. En ik denk, ja, ik kon hem ook niet. En ik dacht, ja, shit, ik ga gewoon hier zitten. Het is een heel goed plekje, ik blijf hier ook. En Danny vond het gelukkig goed. En we hadden allemaal een portofoon. En zijn ding deed het ook niet. Dus ik zei, ja, ik blijf wel bij jou. Ik geef zorgen wat er wordt gezegd, want er zouden opdrachten worden gezegd. En zo hadden we eigenlijk een bondje. Trilde als een malle. Maar echt niet normaal. En Danny was ook net zoals mij nerveus. En we zaten eerst beneden. En Kriekel, het hele team, stond buiten de deur. Dus elke keer als er iemand werd gebracht, hoorde je hem. We hadden de nooduitgang wel op slot gedraaid aan onze kant. Maar boven wisten we niet. En op een gegeven moment hoorde een man. Die zei, ja, jullie horen hier niet en dit en dat. Want er zaten nog 2 mensen boven ons. En wij dachten, oh, die zijn weggestuurd en dus zitten. We hoorden de hele tijd mensen praten boven ons. Bleek dus dat die vent weg was gegaan, ons daar had laten zitten, samen met nog 2 anderen. En de deur op slot soort van had gedaan. Een kruisrode had opgedaan. En dat dat niet meer mogelijk was. Die man heeft ons gewoon gered daardoor. Op een gegeven moment kregen we ook de opdracht, roep mystery box, verplaats van positie. En wij gingen naar boven en hun gingen naar beneden. En toen waren we ineens safe. Ondertussen hadden we daar gewoon Danny en ik daar samen lepeltje een uur gelegen. Tussen de spinnenwebben, tussen de spinnen. En ondertussen hoorden we iedereen buiten praten. Maar ik zat bij de laatste 8. En toen ging ik ineens geloven. Ik dacht, we gaan het gewoon redden. We gaan die finale dit keer gewoon weer redden. En die ga ik dit keer winnen. Niet 10e, als eerste eruit in de finale aflevering, maar winnen. Ik wist niet wat we gingen doen, maar ik moest gaan winnen. De volgende ronde. Autoduwen tot de streep. En 1 moeilijkheids was erin. Er zat een bocht halverwege. En wat we nu gaan zien was eigenlijk de tweede keer. De eerste keer was er iets fout gegaan. En daar kon hij gewoon niks aan doen. Hij dacht dat we over de streep waren, want als je over de rode streep was met je band, moest je eruit. Dan moest je in ieder geval terugbrengen en dan moest je hem ook echt terugduwen. Dus dat wilde je niet. En ons team naast ons, die had hem over de streep, dus die stond echt ver achter ons. En wij gingen voor en wij kwamen niet de bocht. En ineens hoorden we, ja, jullie zijn over de rode streep, jullie horen over de rode streep. En wij hoorden alleen maar Floris zeggen, nee, dat is niet zo. Dus wij gingen, ja, wat doe je? Je staat voor, je wil winnen. Wij gingen over de streep, we dachten, we zien wel. Blijkbaar was er stopgeroep. En wat het geval is bij stop, je moet gewoon stoppen. Dat hadden we eerder afgesproken, dat is gewoon een regel. Maar wij hadden die stop niet gehoord, dus wij waren over de streep, we hadden gewonnen. En toen keken we de beelden terug. We waren ook niet over de streep gegaan. Maar die andere team was wel gestopt. En dat is gewoon heel logisch. Om het zo eerlijk mogelijk te houden, kwamen we toen tot de promemie. We gaan weer opnieuw met dezelfde teams. We hadden al een beetje geoefend. Zag het als een oefenronde. En ik weet dat Kriekels hele team eigenlijk zich enorm schuldig voelde. En ons team, Danny. Jongen, ik was blij dat ik je rustig kreeg. Want je flipte hem de pan uit, hè jongen. Maar het was zo mooi. Het was, ja. En de tweede keer, ja, je weet dat ik in de finale kwam, wonnen we gewoon weer. En dat kwam puur door Sven. Die maakte zo'n mooie bocht en de auto's knalden ook bijna op elkaar. Je zag ze echt op elkaar afkomen en dat wil je natuurlijk ook niet, want het was gewoon een geleende wagen. Bij team Paars gaat dit keer hoorde ik dus niet bij team Geel, maar bij Paars. Het gaat goed komen. En bij team Geel zit Janne achter het stuur. 3, 2, 1, go! Oké, doe! Kom op! En het klote was, wij stonden dus echt heel ver achter. Oh jee, het gaat heel snel. Ze moeten hier zo meteen ook een bocht maken. Kijk, hun waren ook veel eerder. Rustig, bocht maken. Kunnen komen, kunnen binnen. En die bocht. Oh mijn god! Duwen! Ja! Het was in volle. Maar je wilt niet weten wat er dan door je heen gaat. Echt, je ziet het aan mijn gezicht. Ik heb een smel van hier tot Tokio. En niet omdat ik weet dat ik won. Ja, misschien was ik anders iets zuurder geweest. Maar gewoon omdat ik weet wat het voor iedereen betekende dat wij toch doorgingen. We waren oprecht zo blij. De hype was hier. Dat is niet normaal. Danny kwam eindelijk weer tot rust. Shout-out naar Danny. En oh, wat een dag was dit zeg. En wat wij niet wisten was dat er nog twee dingen kwamen. Want we wisten dat we teruggingen naar de voetbalveld voor de finale spel. En ineens hoorden we dat er soort van nog opnames in de studio waren. Kon twee dingen betekenen. Of we moesten gaan lopen en de weg moesten vinden. En die als eerst bij het voetbalding was, die won. Daar hoopte ik niet op. Ik had geen zin om te lopen. Ik was helemaal gesloopt. Ook omdat ik gewoon niet lekker was. Ik was helemaal gesloopt van de adrenaline, de stress en noem maar zomaar op. Of het tweede ding, wat ik eigenlijk gokte, was wij werden naar de studio gebracht op een gegeven moment. En Sam die zei, ja, moeten jullie nog plassen? Want het kan nog wel eens lang duren. En iedereen, vooral Sven en Mik, die raakte een beetje van slag. Die dachten, we gaan hier heel lang moeten zitten. Het is een wedstrijd. Ik heb morgen allemaal plannen. En ik dacht één ding. Volgens mij gaan we stemmen. En op een gegeven moment was ik nog alleen met Sven en Danny. En ik zei tegen ze, ik denk dat we gaan stemmen. Want voor ons moesten we ook allemaal ineens een foto maken. En de cameraman zei al, jij bent de enige die lacht. Misschien gaat het in je voorbeeld brengen. En hun zei, ja, waarom een foto? En ik dacht eigenlijk, oh, dat is leuk. Want dan zie je een soort van, dit zijn de finalisten. Maar dat was het niet. Ik zei eerlijk tegen Sven en Danny, als wij gaan moeten stemmen, dan ga ik nooit op jullie. Sven, jij hebt mij de hele weg gereden naar elke locatie. En Danny, wij hebben gewoon een uur lang verstopt samen gezeten. Ik had zo'n band met hun. En dat waren de enige mensen die ik echt, ja, nog een paar mensen, maar dat waren echt mensen die ik de hele dag al had gesproken. En ja hoor, we werden geblinddoekt, op een bank gezet met een doek ertussen. En toen kregen we te horen, jullie gaan stemmen. Van de bank, even een feitje, Mik en Sven konden elkaar dus blijkbaar al via de camping. Dat wist ik toen nog niet. En als ik dat had geweten, had ik mijn odds misschien net iets minder geschat. Maar ik zat hier zo vrolijk, omdat ik dit best wel vet vond om te doen. De anderen vonden het echt zo vervelend. Mik. 1 stem voor Mik. Fabian. Ik gok dat Mik sowieso op mij heeft gestemd. En ik ook op Mik. Ik heb met hem echt een uur opgesloten in een uitgang gezeten. Ik had een privéchauffeur, dus ik had met Mik nog niet echt gesproken. Dus. De derde stem. Mik. Vierde en laatste stem. Mik. Het is klaar. En ik dacht maar één ding. Ik sta met mijn maatjes gewoon in de finale. Ik kon ook maar één ding denken. Ik dacht, ja, dit zijn ook de mensen die ik van deze dag eigenlijk het meest gun. En of ik nou win of verlies en of we het kunnen delen, ja of nee, dat maakt niet uit. Ik sta met mijn maatjes in de finale. En Danny had dat ook. Die kwam ook naar me toe. Ja, als ik het niet word, dan gun ik je het heel erg. En Sven had het ook. Die zei ook, ja, als ik het niet word, dan gun ik het je ook. We hadden gewoon echt een band opgebouwd. En dat is mooi met dit soort video's. En ik weet niet of deze gasten nog een keertje gaan zien. Ik hoop het eigenlijk wel. Feitje, in de video is het heel kort. Zijn we dezelfde afstand, maar we zijn steeds een meter naar voren moeten gaan. Ik heb 2 sleutels doormidden gegooid. Ik heb een sleutel kwijtgegooid. En op een gegeven moment zei ik ook, scherpen brengen geluk. En zo moest het ook zijn. Hop, dat was de tweede sleutel. De derde sleutel was ik niet. We gaan verder gaan gooien met alleen het rondje van de sleutel. Klopt, Danny, gooien! Het was zo lastig. We zijn al heel de dag bezig met deze challenges en inmiddels begint het ook al bijna donker te worden. En iedereen was zo moe. Elke keer zo. Oh mijn god, kijk. Nee. Fabian? Sven en ik zaten zo dichtbij en Danny ook af en toe. Nou, ik heb twee sleutels de midden gesloten. Ze zeggen scherven brengen geluk, dus laten we het hopen. Kom op, Fabian. Ik had het dus ook gewoon niet door. Dat betekent dat je de mystery box hebt gewonnen. Dan gaan we hem openmaken. Ja, oké, nu kan het van een Danny. Joh, Erik staat nog echt een oude golf. En die mini, what the fuck? Fabian, je hebt deze Mini Cooper gewonnen! Ik heb er overal geen woorden voor. Ik heb altijd gezegd, ik wil ooit in een mini rijden. En dan komt het perfect uit. Zoals Kriekel al zei, vergeet niet te abonneren op hem. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mij, want er komt heel wat toffe content aan. Sven, Danny, bedankt dat jullie het sowieso mij ook gunden. En het eerste toen dat ding omhoog ging, dacht ik, ja, dit kunnen we niet gaan delen. En daar voel ik me best wel schuldig over. Maar gelukkig pakten ze het goed op. En ik wil jullie in ieder geval bedanken. Sven sowieso voor de hele dag de leukste taxichauffeur te zijn die ik ooit heb gehad. Wie had dat verwacht dat je me letterlijk naar de finale zou rijden. Maar zelf er ook in stond. En Danny, ja, met jou heb ik een uur verstopt gezeten. En jongen, ik ben daar echt van je gaan houden. Wat waren we gespannen. En ik heb het nog steeds. Het is, ik heb er geen woorden voor. Ik wil in ieder geval Eén iemand nog in het bijzonder bedanken. En ik denk dat diegene het nog ineens aan ziet komen. Mijn mam, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken. Ten eerste voor het steunen voor al die tijd. We hebben het niet breed gehad. En ik weet dat je heel graag een auto aan mij cadeau wilde geven op mijn rijbewijs. Na alles wat we mee hebben gemaakt. En dat ik nu op deze manier alsnog een auto heb kunnen krijgen. Ik hoop dat je trots bent. En ik weet dat je trots bent. En ik krijg de tranen van in mijn ogen. Omdat ik weet hoe zwaar we het hebben gehad. En ik weet nog steeds hoe zwaar je het af en toe hebt gehad. Ik heb letterlijk gedacht om deze auto ook aan jou te schenken. Maar ik dacht ook, ja, dat is niet verstandig. Jamie en ik waren ook op zoek naar een auto. En het komt echt heel goed van pas. Maar ma, nogmaals, de tranen blijven een beetje hangen en ik wil niet sentimenteel zijn. Maar bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor mij en voor de tijden dat je het moeilijk hebt, maar toch doorzetten. En dat je altijd aan onze zijde stond. En wees oprecht niet beledigd of boos op jezelf dat jij dit nooit aan ons hebt kunnen geven, een auto of een rijbewijs. Ik ben juist extra trots hoe ik mijn rijbewijs uiteindelijk heb kunnen halen. Hoe ik nu een koophuis heb kunnen kopen en een auto heb kunnen winnen. Dus mam, bedankt. Je bent een schat en je krijgt de auto zo snel mogelijk te zien en dan gaan we een ritje maken. En ja, we gaan een mooie tijd tegemoet. En nogmaals natuurlijk ook Kriekel bedankt en het hele team. Als jullie een keertje een ritje willen maken, jullie zijn altijd welkom. En sowieso laten we vaker video's maken. En ik heb het al tegen Sam gezegd, laten we contact houden. Ik vind je een goede gozer, je maakt top content. En jij gaat sowieso heel groot worden in Nederland. En of mensen nou zeggen dat je iemand nadoet. Ik heb nu deze dag gezien dat je niemand nadoet. En dat is puur doordat je bijvoorbeeld gewoon een stuk durft overnieuw te doen. De heft in je handen durft te nemen en gewoon durft te doen. Bedankt iedereen die het me gunde. Bedankt de mensen die me hebben gesteund. En ja, ik heb gewoon een Mini Cooper. Tot kijk. En vergeet nou niet te abonneren voor die content die eraan zit te komen. Oh, het woord is er eindelijk uit. Eindelijk. En op naar de edit. Want wat was dit een lange video om op te nemen, over te doen.